Remco van Rijn. Goedenavond. Dramateur van de voorstelling De Zender. Klopt. Co-productie Toneelschuur en het Nationaal Toneel. Klopt ook. Ja, wat voor voorstelling is het? We zaten net al een beetje te bespreken. Een voorstelling vol met intriges. Ja, het is een verhaal over een newsletter in Amerika in het begin van de jaren 70. Een soort Walter Cronkite, een geweldige grand old man van het nieuws. Alleen de jonge kijkers, zien hem niet meer zitten. Hij wordt van de zender afgestuurd wegens te oud. En in zijn laatste nieuwsuitzending doet hij iets heel raars. Hij zegt, dames en heren, let op. Ik ga vrijdag, bij mijn allerlaatste uitzending, ga ik zelfmoord plegen. En meteen knallen de kijkcijfers weer omhoog, want dat wil iedereen graag zien. Deze grote televisiezender heeft ook een hoofdamusement, gespeeld door Hanna Hoekstra. De nieuwslezer is Stefan de Wallen. En het hoofdamusement denkt, die man die is geweldig. Die verwoordt precies het woedende onderbuikgevoel van al die Amerikanen. Ik ga een gigantische show om hem bouwen. Dus de nieuwslezer wordt een soort profeet, krijgt een gigantische show. Alleen in die show begint hij het eigen televisiestation aan te vallen. En dat is natuurlijk niet wat ze willen. En dan wordt er een geweldig plan op touw gezet om hem weer van de zender af te krijgen. Maar dat is op het moment dat hij besluit om zelfmoord. Nee, het is eerst besluit hij om zelfmoord te plegen, maar dat doet hij niet. Nee. Die aankondiging die leidt tot zoveel kijkcijfers dat hij een show krijgt. En kan je dat dan niet herleiden naar een soort van de schreeuwcultuur? Ik schreeuw maar, ik gooi er alles uit wat in me zit. En mensen waarderen dat, omdat je dan eerlijk bent. Ja, ik moet trouwens even credits where credits are due. Als mensen nu thuis denken, hé, dat verhaal dat ken ik toch. Dat zou kunnen, want het is een film uit 1976, Network. Die heeft in de tijd 4 Oscars gewonnen. En precies wat jij zegt, de schreeuwcultuur. In die film zit een fantastische monoloog, die ook in de voorstelling zit, waarin de nieuwslezer zo kwaad wordt dat hij schreeuwt, ik ben kwaad verdomme en ik pik het niet langer. En heel Amerika staat op en begint mee te schreeuwen. Ik ben kwaad en ik pik het niet langer. En dat gevoel is natuurlijk iets wat we nu nog steeds wel herkennen. Ja, want ik wou net zeggen, herken je dat ook bij jou dan als dramateur en ook bij de spelers, dat zij van binnenuit ook een soort van gevoel krijgen van, ik zit ook met iets waar ik denk van, dit kan gewoon niet meer. Ja, het is en niet alleen wij. Het begon natuurlijk bij de regisseur, Joost van Hezek. Die heeft 4 stukken gemaakt over revolutie. Dat is bij hem begonnen toen hij naar Egypte afreisde, nadat daar op Tahrirplein de opstand was. Maar dat gevoel dat je van alles om je heen ziet gebeuren in de wereld, waar je helemaal geen greep op lijkt te hebben. Nu weer met die leaks van die offshore firma's. Dat je denkt, hoe kan dat geld zomaar weggesleurd wordt? Dus ja, maar zo'n ongerichte woede. En je ziet aan de andere kant heel veel politici die daar schaamteloos misbruik van maken. Er is zelfs in Amerika nu echt een geweldig filmpje hoe zowel Donald Trump als Bernie Sanders bijna letterlijk die monoloog, I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore, tot een soort inzet van hun verkiezingscampagne hebben gemaakt. Maar is dan het niet gelijk ook een beetje de voorstelling, ook een beetje politiek bijna? Want als je het nu naar deze tijd brengt, het personage wat Stefan de Wallen speelt, kan je eigenlijk ook al zien als een soort van Donald Trump, eigenlijk. Absoluut. Schreeuwt maar. En wat is de inhoud? Wat wilt hij zeggen? Maar wat het geniale is aan het script, wat in die film zit en wat Joost heel slim vertaald heeft naar nu, is dat deze nieuwszender, ik zeg al, die begint zijn eigen zender aan te vallen. En dan komt hij oog in oog met het grootste kwaad, namelijk de directeur der directeuren van dit station. En die vertelt hem als een keiharde kapitalist, nee hoor, het gaat steeds beter met ons. Kijk maar naar de cijfers. Er komt steeds minder oorlog. We leven steeds langer. Dat wordt het net in het uur hiervoor ook al. U bent van het nieuws, u kijkt alleen maar naar de uitzondering. En het slotdeel hebben we helemaal nieuw geschreven, heeft Joost nieuw geschreven. Dat ga ik niet verklappen wat dat is natuurlijk, maar dat is wel een soort poging om die woede een wat productievere houding te geven dan op Donald Trump te gaan stemmen. Ja, ik begrijp. Ik had de laatste keer dat ik zo'n gevoel had, was toen ik de film, ik weet niet of je hem ook hebt gezien, The Big Short. Ja, ja. Oh, toen zat ik ook echt gewoon bijna kokend in de bioscoop. Ik denk van, dit kan toch gewoon niet meer? En ik denk, als je dat gevoel bij de voorstelling hebt. Ja, we hopen heel erg daar natuurlijk op in te springen. En we hadden afgelopen zaterdag de eerste try-out. Mm-hmm. En ik kan je verklappen dat daar zo'n 120 Haarlemmers uit volle borst stonden te schreeuwen. Ik ben kwaad verdomme en ik pik het niet langer. Dus ik denk dat we iets te pakken hebben. Wat mooi, man. Ik moet zeggen, je hebt het echt.
Ik vind het ten eerste, het is natuurlijk een topcast. Hanne Hoekstra, Steven de Wallen, Jaap Spijkers. Het is echt... Rick Paul van Mulligen, Jochem ten Haaf, Mingus Dagelet, Laurien van Rijswijk. Allemaal geweldig. Echt crème de la crème. Ja, dus alleen daarom wil je al gaan kijken. Mm-hmm. Want die staan zo onwaarschijnlijk goed te spelen. Ja, en we kunnen ze nog gaan bekijken op... Moet ik even het lijstje bijpakken, want dat is altijd handig, toch? Is op dinsdag 5, woensdag 6, donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9. Allemaal nog in Haarlem. Alleen donderdag is uitverkocht, dus de première. Ja, volgens mij zijn er nog een paar kaartjes voor wie wil. En we komen, als je het nu niet kan deze week, komen we in mei nog terug. Drie avonden. En op de Facebook zag ik ook een tagactie. Als je iemand tagt met wie je mee wil... Precies, kan je ook nog gratis naar binnen op de première. Nou, kijk, wat wil mensen Facebook. Meer? En we zijn kwaad en we zijn er trots op. Dankjewel. Zeker. Dankjewel, Remco. Graag gedaan.